verhoging van de AOW-leeftijd is geen onomstreden maatregel. Maar ik ben ervan overtuigd dat die noodzakelijk is om ook in de toekomst publieke voorzieningen te kunnen blijven betalen. En ik ben ervan overtuigd dat we hem sociaal invoeren. Door mensen keuzevrijheid te bieden en door zware beroepen te ontzien. En daarom ga ik graag daarover met iedereen in debat, ook mensen van mijn eigen partij. Volgende week in Pauw en Witteman.